Welkom naar een korte antwoord van een grote vraag. De vraag van vandaag is, wat zullen de vrouw en man unjadon zijn? Hier is het, geloof ik, zeer wichtig dat we de ganze kapitel lezen doen, besonders de Epheser kapitel 5, 22-33. En dat is Epheser kapitel 5, 21. Dat zegt, schenkt u een om een ander uit uw vaart voor Christus. In orde weg te zijn, ziet een unjadon der uit ihr fort für Christus. Wordet hier sein, dat as dat wir sollen uns hand geben, dat wir andere deinen nennen. So, wenn wir verstehen, wohne früh, Maun unjadon as, Maun unjadon sein, am Respekt wiesen am Ehren, as wo sei am deinen dat. Das ist wichtig, dat wir den Unseinen tun, und wir lesen tun, wat de Bibel te antwoorden heeft. Veel te veel lied, veel te veel mensen, mannen en vrouwen, lezen vast in de Bibel en zijn nu bij de kraak wat God wil van mijn partner. En die neemt dat niet aan wat God werkelijk in eind wil doen. Dus het is veel wichtiger dat we dat lezen doen, wat voor ons als leven wat God te anderen zijn. So, wat meen je dat voor een vrouw en man unjadon zijn? Het is ook wichtig dat we zijn wat unjadon zijn als niet. Unjadon sein meint nicht, dass eine Frau weniger wird als ein Mann. Das meint auch nicht, dass sie weniger wird hat als eine Person oder dort, was sie tut, weniger wird als. Das meint, dass sie eine andere Rolle hat als ein Mann. Das meint auch nicht, dass die Frühes ihre gebaut wird hier als wichtiger als der Mann. En zo, wanneer in de vroeg zo een man unjadon zijn, dan meen ik dat zij de enige is wat anderen zo. Zo, als ik kapitel 5, 22-23 zegt, en je vroeg ziet je een man zo unjadon als je dem Herrn zijn. Wil de man staat even zijn vroeg, zoals Christus even de gemeente staat, voor die hij zichzelf handjijf er heilend te zijn. So, dat zeg ik niet dat vroeger zelf er mannen unjadon zijn wilt hij of zij zoals Christus zijn. Zij zelf am unjadon zijn wilt dat een symbool is van wat het kerk God of Christus unjadon is. En zo, wanneer vroeger er mannen unjadon zijn, dat is een zeichnis van wat het kerk onder Christus is en Christus nog volgen dat. So, wat kunnen vroeger er mannen unjadon zijn? De eerste is dat zij zijn welig de man ruim te leiden. Viele mannen hadden een zware tijd leiden in hem en dat is zwaar voor ons. En dat veel verten dat de vrouw de man aansporen deed, dat hij de ruim heeft veel te merken in leiden, of dat hij de ruim heeft om dat doen. En aan veel te moed dat hij dat kan doen. En een weg waar zij kan man onderdoen zijn, is hem ihr geven. Wil man gelijk dat niet, want zijn de vrouw er aan werkelijk eren dat. Wie zo'n mannen, wie van ons dat niet weet, en wanneer de vrouw kan er man opbeuren, dat zij veel weet. Respect wezen, niet bloos voor wat hij gedaan heeft, maar ook voor wie hij is. Zo vroeger ving wij waar je kan je man respect wezen en aan eren verder anderen. En dan bijstaan. En wat hij deed. De woord verten je zegt dat hinger jeder starke man als de nacht een sterkere vrouw. En ik geloof dat zij veel woord heeft in dit. Dat vrouwen kunnen een grote anders merken in de wereld. En waar ze er mannen ondersteunen doen. 1 Petrus kapitel 3, de eerste vers zegt is dit. Groot zo ook je vrouwen ziet je mannen ondersteunen. Dat zonen die nog niet naar God zijn woord horen willen. Om veel te zijn, kunnen gewonnen worden. Ik wil nu te zijn vrouwen vielleicht reden, wer een man heeft, wer niet leiden dat zoals hij zal. Niet leven dat zoals hij zal. Dit is zijn hier dat je niet alleen hebt, je man te gewinnen voor een Herrn. En wanneer hij niet dat woord wil horen, kan hij zijn wonen anders dat in die deed. Dit meint niet dat je moet die zelfs loten ongekloeien, dat is niet wat ongedoen meint. Dat meint niet onge de feit. Dat meint dat je vrijwillig die man deinen deed. Des zodat hij kan Jezus zijn in die. Dankzij van deel, voor mij dit merken. Koop je handen een goede dag. God te zien.